Sjors, de laatste twee wedstrijden staan voor de deur. Wat zijn de afwegingen die je meeneemt in het slot van het seizoen? Ja, het belangrijkste, je wil gewoon wedstrijden winnen. We hebben lang niet gewonnen. Dat gevoel wil je graag nog hebben voor je de zomer ingaat. Nou, het spel tegen Vitesse was zeker niet slecht. Maar om te winnen moet je meer doen dan alleen leuk spelen. Dus dat is het belangrijkste argument, winnen van wedstrijden. Maar daarnaast kijk je ook naar andere dingen. We hebben het gehad over doorlopende contracten. Maar ik denk ook alvast aan RKC thuis. Er zijn spelers hier, die hebben hier 5 jaar gelopen. Geweldig veel voor de club betekent. Ja, waar het even kan, wil je ze ook jongens een mooi afscheid geven. Met een mooie thuiswedstrijd, met een basisplek dan. En even misschien weer gevolgen voor deze wedstrijd. Want er zijn plekken waar je 2 spelers hebt die eigenlijk allebei zoiets gunt. Maar ja, je kan er geen 2 op 1 plek opstellen. Zo moet je nu al keuzes in maken. Dus probeer goede afwegingen te maken, waarin veel belangen meetellen. Maar nogmaals, ook het winnen van wedstrijden, gewoon het belangrijkste is. Het is de afgelopen week ook veel over de keeper gegaan natuurlijk. Wanneer gaat Brett Minnema bijvoorbeeld een wedstrijd keepen? Gaat hij deze week keepen? Ja, en dat is eigenlijk met een bijzondere reden. Want we wilden Brett laten keepen tegen RKC. Dat hadden we al lang aan staf bedacht. Dat verdient hij. Goede ontwikkeling doorgemaakt. Geweldige houding op het trainingsveld. Een moeilijke rol, derde keeper. Maar geweldig opgepakt. Maar tegen RKC komen de spelers met hun eigen kinderen het veld op. Nou, heeft Robin kinderen en Brett niet. Robin heeft aangegeven dat we heel erg mooi te vinden om dat moment mee te mogen maken. Ja, en in deze situatie vinden wij als staf het ook belangrijk daar dan gehoor aan te geven. Want Brett kan dan mooi tegen Sparta keepen. Nee, Brett zijn debuut, dik verdiend, mooie wedstrijd ook. En heeft Robin ook een mooie dag met zijn kinderen. Dus ja, waar het kan, moet je mensen tevreden maken. En dat kunnen we mooi doen. Dus voor Brett een hele mooie zondag tegen Sparta. Heb je veel vertrouwen in Brett en hoe reageerde hij? Hij zei gruwelijk. Ja, dat is mooi. Je spelers wel vaak wat je mooi nieuws kan vertellen als ze starten. En dan zeggen ze, ja, mooi trainen, bedankt trainen. Maar gruwelijk vond hij het. En ja, ik zou het alleen maar doen als ik vertrouwen in hem had. Dat vertrouwen heb ik zeker. En het is altijd spannend, maar leuk spannend denk ik. Er staan geen dingen op het spel meer qua prestatie wat dat betreft. Dat hij daar stress van kan krijgen. Dus makkelijk gezegd, maar ik hoop dat hij vooral kan gaan genieten van het spelen in de Eredivisie. Marco Tol, de laatste 2 wedstrijden staan voor de deur. Te beginnen met Sparta. Wat verwacht jij van deze wedstrijd? Nou, dat zal ongetwijfeld weer een lastig potje worden, want het is een aardig ploegje dit jaar. Ten opzichte van vorig jaar zijn ze, wat is het, een plek of 10 omhoog gegaan. Dus dat hebben ze goed voor elkaar daar. Je hebt ze ongetwijfeld ook bekeken. Wat is je indruk van ze? Waardoor zijn ze zo goed dit jaar? Ik vind dat ze een goede mix hebben van een sterke spits, lange spits, waar ze ook een lange bal op kunnen spelen. Maar ze voetballen ook van achteruit, met ervaring ook, met vriends en... Nu speelt Awassar weer, hier thuis geschorst, dacht ik. En, nee, ze hebben bovenal gewoon goede spelers, goede aanvallers, goede middenvelders. Die backs vind ik aardig, dus nee, gewoon een goede ploeg. Het gaat natuurlijk ook vaak over hun spits. Lauritsen, die deed het hier ook goed. Leuk om je daar tegen te meten, denk ik, of niet? Nou, ik speelde hier destijds niet, maar nee, dat is wel een uitdaging voor mij inderdaad. Die heeft volgens mij de meeste duels gewonnen van de Eredivisie. Die grijpt elke kopduel aan, dus dat is voor mij wel een mooie uitdaging. Wordt het tijd om even te laten zien wie Marco Tol is, denk ik, achterin of niet? Nee, dat wordt, wat ik zeg, een mooi potje. En wij hebben daar niks meer te verliezen, uiteraard. Dus nee, daar kunnen we alleen maar ons best doen. En je zei al, we gaan er natuurlijk heen voor de winst. Want wat zou het lekker zijn om ook weer even een doelpunt te maken, hè? Ja, doelpunt maken, winnen. Ja, dat gevoel missen we heel erg en... Ja, daar doe je alles aan. Dat zeggen in Vitesse, maar ook in Volendam, Utrecht. Als je dan de eerste helft gaat kijken, denk je nou, dat is een prima gelijkwaardige wedstrijd. Maar als je dan de bus instapt, heb je daar helemaal niks aan. Dan denk je, ja, zitten we weer met 0 punten. Dus ja, daar hebben we weer op getraind, weer de focus op gelegd. We zien nog steeds een goede energie op het trainingsveld, gelukkig. Dat zijn voorwaarden, maar we hebben het er vorige week over gehad. In de 16, het heersen verdedigend, maar ook het afdwingen aanvallend. Denk aan de kansen van vorige week, de kopkansen, de schietkansen. Ja, die ballen moeten er gewoon in. Wat vind je van Sparta wat dat betreft? Ze zijn daar extreem goed in. Echt niet de ploeg die altijd 80% balbezit heeft. Of altijd voor de best mogelijke opbouw kiest. Ze kunnen heel goed opbouwen. Maar ook prima via een lange bal op de spits verder spelen. Mensen eromheen, goede acties. Buitenspelers met een mooie actie. Ja, een hele volwassen ploeg. Die heel goed is in die 16 meters. Achterin centraal. Echt een paar, ik zou bijna zeggen, moordenaars. Maar voorin, ja, Linda van Krooi en Saito de buitenkant. Wat voor gevaar daarvan afkomt. Misschien wat het meest knap is dat Mijnans is vertrokken daar in de wind. En daar praat helemaal niemand over. Dus ja, een groot compliment hoe Sparta dat doet. En toch zijn er altijd nog weer uitsupporters die ook meegaan naar jullie wedstrijden. Hoe vind je dat? Nee, daar kun je alleen maar respect voor hebben. Dat valt een beetje in herhaling. Maar inderdaad, omdat we niks meer te halen hebben.
dan zou het ook makkelijk voor die sporters zijn om te zeggen, bekijken maar, ik blijf lekker thuis, ik kijk thuis wel of ik kijk niet. Helemaal met het mooie weer, maar dan is het alleen maar mooi dat er nog supporters meereizen.